mevrouw Mulder, gefeliciteerd. Dankjewel. Nou mag je het eigenlijk nooit vragen, maar hoe oud bent u geworden? Ja, daar ontkom ik vandaag echt niet aan. Ik ben vandaag 50 geworden. Dus er staat volgens mij een grote Sarah-pop voor de deur, of niet? Nou, toen ik wegging gelukkig nog niet. En ik hoop ook niet dat die er komt te staan. Maar inderdaad, 50 is wel een hele bijzondere leeftijd. Vind ik zelf ook. U bent gewoon aan het werk. Is dat niet rot? Nee. Ik heb eerlijk gezegd altijd al de gewoonte om op mijn verjaardag gewoon te werken. Ja, tenzij die op zondag of zaterdag valt. Maar nee, voor mij is het op zich een gewone werkdag. En ik heb het afgelopen weekend al in kleine kring gevierd. Gaat u nog iets leuks doen vandaag of is daar niet echt ruimte voor? Nee, ik denk niet dat ik... Vandaag vier ik het verder niet. Ik heb het dit weekend al gevierd. Vandaag doe ik niet echt iets bijzonders. Maar het is een hele bijzondere dag, want al mijn collega's die hebben me al gefeliciteerd. En iedereen komt binnenvallen. Dus de hele dag heeft wel iets feestelijks. Eigenlijk is het heel leuk om op je verjaardag te werken.